Goedemorgen allemaal. Voor ik mijn verhaal begin, even in het kort. Voor ons onderzoek hebben wij subsidie gekregen van de landelijke registratie orthopedische implantaten en Smith & Nephew. En ja, ik kan het natuurlijk niet laten. Dat hadden. Goed. Esther vertelde zojuist over het belang van bewegen en in beweging blijven voor en na een operatie. Maar helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om weer goed te kunnen bewegen na een operatie. Voor sommige mensen na een knieoperatie hebben zij last van een knie die beperkt kan buigen of hebben ze moeite met lopen. En voor deze mensen voldoet de nieuwe knie niet aan de verwachtingen of behoeften. Ze zijn ontevreden. Wist u dat in het algemeen wordt aangenomen dat 1 op de 5 patiënten ontevreden is met zijn of haar nieuwe knie? 1 op de 5 mensen, dat zou betekenen dat jaarlijks ongeveer 110 patiënten in de Maartenskliniek ontevreden zijn met hun nieuwe knie. Maar wat betekent het nou ontevreden zijn? Sommigen van jullie zijn misschien ontevreden omdat de koffie niet lekker smaakt. Anderen zijn ontevreden omdat de nieuw gekochte schoenen niet lekker zitten. En ja, er zijn ook mensen die zijn altijd ontevreden. Maar als je ontevreden bent over nieuwe schoenen die je net hebt gekocht, dan kun je ze tenminste nog terugsturen naar de winkel. Bij een nieuwe knie is dat een heel ander verhaal. En hoe weet je dan wanneer iemand ontevreden is? Ontevredenheid wordt op heel veel verschillende manieren in kaart gebracht. En binnen het onderzoek hebben we het dan over de manier van meten van het resultaat. We gaan even bellen. Moment. Juist, ik heb hem weer. De manier van meten van het resultaat. En wat we op dit moment zien is dat er geen manier bestaat om dit wereldwijd op dezelfde manier te doen. En daarbij valt op dat die manier van meten van het resultaat vaak vanuit het oogpunt van de onderzoeker en de chirurg wordt benaderd. En wat wij nu juist hebben gedaan is die patiënt in het licht zetten. Dus die patiënt centraal stellen, want dat is waar het uiteindelijk om draait. Maar even terug naar die benadering van onderzoekers en artsen. Dat heb ik als startpunt genomen in mijn onderzoek. Met hen ben ik in gesprek gegaan en heb ik interviews afgenomen. En bij kniespecialisten kun je denken aan orthopedisch chirurgen, physician assistants, verpleegkundige specialisten, maar ook gespecialiseerd fysiotherapeuten. Dit is José, wellicht voor de meeste van jullie wel bekend, maar José is orthopedisch chirurg bij ons in de Maartenskliniek. Ze kan er vandaag helaas niet bij zijn, want ze is aan het opereren. Maar kijk even met me mee, want ik stelde aan haar de vraag wanneer zij ontevreden is met het resultaat van een nieuwe knie. Er is een onderscheid. Dus ik ben ontevreden als je een vroege complicatie krijgt waarvoor een extra behandeling of operatie zelfs nodig is. En het andere is op de iets langere termijn, als zo'n operatie niet voldoet aan de verwachtingen die patiënt ervan heeft of het resultaat niet goed is, ja, dan ben ik ook ontevreden als chirurg. En we zien dat er best een groep is van patiënten die meetbaar ontevreden zijn of een slecht resultaat hebben en daar uiteraard niet blij mee zijn. We hebben ook een groep patiënten die is niet happy met die knieprothese, maar kunnen we niet goed vastleggen of meetbaar maken waar dat nou in zit. En dat is best wel lastig, want dan kan je zo'n patiënt ook geen goed perspectief bieden hoe het beter kan. Terwijl er ook een groep patiënten is die misschien minder goede functie heeft of toch wat klachten houdt die helemaal niet ontevreden is. Ja, en dan zijn wij als orthopeed zelf daar ook tevreden mee als die patiënt tevreden is. Dus dat meetbaar maken van waar die ontevredenheid nou in zit is voor ons best wel belangrijk. Want daarmee kunnen we een toch significante groep patiënten die niet tevreden is na zo'n knieprothese beter helpen.
Ja, zoals José het al aangeeft, is het van belang dat we die ontevredenheid na een nieuwe knie meetbaar kunnen maken. En omdat ontevredenheid een gevoel is dat door patiënten zelf wordt ervaren, kunnen we dat alleen maar doen door patiënten daadwerkelijk te betrekken. Daarom ging ik ook met veel patiënten in gesprek, voor een operatie en na een operatie. En om jullie een beeld te geven, heb ik 3 patiënten gevraagd te vertellen waarom zij ontevreden zijn met het resultaat van hun nieuwe knie. Ik ben op dit moment ontevreden met mijn nieuwe knie, omdat ik pijn heb. Het is ook een ander soort pijn vergeleken met de pijn voor de knieoperatie. Het lukt me niet om de dagelijkse dingen te doen zonder pijn. Mijn nieuwe knie voelt wankel en ik heb regelmatig het gevoel dat ik er doorheen zak. Dat maakt het moeilijk om op mijn knie te kunnen vertrouwen. Ik had niet verwacht dat ik mijn nieuwe knie iedere dag zou voelen bij alles wat ik doe. Het is een vreemd gevoel dat niet lichaams-eigen is. Nou, wat blijkt nu uit die gesprekken met patiënten? Patiënten vertelden ons dat ze om meetbare redenen ontevreden zijn. En daarbij kunt u denken aan complicaties, aanhoudende pijn of een knie die moeilijk kan buigen. Maar we hoorden ook dat er andere redenen zijn. Dus het continu voelen van de knieprothese of verwachtingen die niet zijn uitgekomen. En op dit moment ben ik samen met mijn onderzoeksteam hard aan het werk om al die verschillende redenen van ontevredenheid in kaart te brengen. En we kijken ook wat patiënten gemeenschappelijk hebben op het moment dat ze aangeven ontevreden te zijn met hun nieuwe knie. Ik vertelde u, wat is ontevredenheid? Ontevredenheid is voor iedereen anders en wordt beïnvloed door verschillende factoren voorafgaand, tijdens en na een operatie. Ontevredenheid na een nieuwe knie is tot op dit moment eigenlijk een ongrijpbaar begrip. Maar het is wel van belang dat we het meetbaar kunnen maken. Want als we in de toekomst het aantal ontevreden patiënten wereldwijd op dezelfde manier kunnen meten, dan weten we welke patiënten ontevreden zijn. En daarmee kunnen we niet alleen het aantal ontevreden patiënten als risicopatiënt identificeren, dus dan kunnen we voorafgaand aan een operatie risicopatiënten identificeren, maar we kunnen ook het aantal ontevreden patiënten gaan vergelijken. Dat kunnen we doen over de tijd, maar ook tussen chirurgen, of tussen ziekenhuizen, of tussen landen. Daarmee zouden we dus bijvoorbeeld als Maartens Kliniek kunnen aantonen dat wij het aanzienlijk beter doen dan andere ziekenhuizen. Dat is wat ik jullie wilde vertellen. Elke ontevreden patiënt is er 1 te veel en alles wat wij eraan kunnen doen om een ontevreden patiënt te voorkomen, is een stap in de goede richting. Ik geef mijn woord terug aan Remco, hopend dat hij niet heel ontevreden is over mijn bijdrage en ik dank jullie wel.